In de wereld van import, export en vrachtwagenvervoer is goed, veilig en gecontroleerd vervoeren van vracht dagelijkse kost. Maar wat speelt er zich af anno 2023? Daarvoor bezoeken we een trendsetter. De laatste jaren zien we een felle groei op import-export, daar er op grondstoffen en goederen een groot tekort is voor de noden van de fabrikanten. En daarom speelt Euromex daar zeker op in voor het door te vervoeren met onze wagens. Euromex is een vrij jong en dynamisch bedrijf dat geen hiërarchische lijnen aanhoudt. U kunt onmiddellijk met de hoogste persoon in kwestie een gesprek aangaan. Die zich ook specialiseert in het luchtvrachtgewezen van de luchtvracht. Van de vrachtwagens, zowel GDP-compliant als op warehousegebied ook GDP-certified. Wij zitten hier op de cargo bij Zaventem, de luchthaven. Dus wij zijn eigenlijk een dienstverlener, een logistiek dienstverlener die zich focust op eigenlijk alle noden van de klanten. Dus van douane, inklaringen tot wegtransport doorheen België en ook internationaal. Wij behandelen alle vracht die op het vliegtuig gaat of van het vliegtuig afkomt voor onze klanten. Dus wij zijn eigenlijk heel divers, maar wel met een focus op echt die luchtvracht. En in het verlengde daarvan dan ook weer toch wel richting de pharma en gevaargoederen, dat soort dingen. Dus wel wat specialistischer werk. Digitalisering is zeer belangrijk natuurlijk in de huidige maatschappij. We zien het op alle vlakken. Dus wij proberen ook te investeren in nieuwe platformen waarmee we onze klanten kunnen informeren. We hebben ook een nieuw WMS-systeem geïmplementeerd de afgelopen maanden. Daar zijn we nu bijna mee klaar. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken naar de volgende systemen die we kunnen optimaliseren om toch de klant zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er achter de deuren van het magazijn gebeurt. De toekomst van Euromex ligt zeker in Brussel op Zaventem, maar we zijn nu ook een nieuw project gestart op Luik bij de luchthaven. Er is natuurlijk een grote industrie in de pharma in die regio en wij willen graag ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. We willen ook zorgen dat de rest van de wereld middels de luchthaven easy access heeft tot de producten die daar worden gemaakt. Dus dat is voor ons wel heel belangrijk. We hebben daar dus een enorm project van 11.000 meter waar we nu mee bezig zijn. Dat zal kortstondig klaar zijn. Het is eigenlijk opgedeeld in verschillende fases. Opslag op min 20, 2 en 8, dus eigenlijk 5 graden. En tussen de 15 en 25 graden. Daarmee proberen we eigenlijk alle facetten van de farmaceutica af te dekken. Wij kunnen daar ook eigenlijk laden en lossen in de camions in dezelfde temperatuur. Dus dat er eigenlijk helemaal geen temperatuurverschillen optreden. En we hopen daar dus echt een zetje te geven op de luchthaven als neutrale speler om die goederen daar zo goed mogelijk doorvoer te laten hebben. We hebben een zeer grote aanvraag van onze bestaande klanten hier in Brussel dat wij zouden hetzelfde gaan doen in Luik. Dat hebben we nu uiteindelijk kunnen realiseren en zijn we aan het realiseren door een warehouse van 11.000 vierkante meter opgesplitst in 3 stukken, waarvan 2.500 vierkante meter 2,8 temperatuur, 2.500 vierkante meter 15,25 en nog een diepvriescel van 500 paletten. Daar wij dat inzetten op de noden van de maatschappij, daar de pharma toch enorm boomt op alle gebieden, willen we dat zeker specifiek gaan uitbouwen voor in Luik een belangrijke hub te hebben voor al die dingen te kunnen beantwoorden aan de klanten.